ergens in de buurt van de rivier de Oder in 1945. De Duitse cameraman Gerhard Garms maakt beelden voor het bioscoopjournaal. De laatste reserve van de Weermacht wacht op de aanval van het Rode Leger. Vandaag, 55 jaar na het einde van de oorlog, kunnen we voor het eerst beelden in kleur zien van het Derde Rijk. De cameraman heeft de opdracht gekregen om een heldhaftige reportage te maken. Maar de filmzalen waarin deze beelden getoond moeten worden om de bevolking moed te geven, liggen allang in puin. We staan aan de vooravond van de val van Nazi-Duitsland. Beelden van het Derde Rijk. We hebben ze altijd in zwart-wit gezien. Maar er bestonden ook nog andere beelden die jarenlang in filmarchieven en privéverzamelingen bewaard bleven. En die beelden waren in kleur. Ze werden gemaakt op de stranden van Normandië en op volksfeesten. Ze tonen de gruweldaden die Duitse soldaten begingen tijdens de oorlog en de ellende in het ghetto van Warschau. Dat filmmateriaal in kleur over Hitlers meedogenloze dictatuur toont de realiteit nog gruwelijker dan we gewend waren. Oktober 1937, Bückeberg bij Hamelen. Nazi-Duitsland viert het oogstfeest. Een cameraploeg van het ministerie van Propaganda heeft een duidelijke opdracht gekregen. Ze moeten een bioscoopfilm maken over de feestelijkheden. Het is de eerste grote propagandafilm in kleur over het Derde Rijk. De filmmakers hoeven zich geen zorgen te maken over een geschikt decor voor Hitlers optreden. Honderdduizenden boeren zijn naar hier gekomen om de dictator toe te juichen. Zijn fanatieke volgelingen bejubelen hem enthousiast. In zijn toespraak schreeuwt Hitler hen toe: "Zolang de Duitse natie zich schikt naar één wil, zullen we een oplossing vinden voor alle problemen." Diezelfde dag vieren ook de inwoners van Edderitz het oogstfeest. In dit dorpje in Sachsen-Anhalt heeft iedereen zich opgekleed voor het feest, helemaal in de stijl van die tijd. Die ongewone beelden van het gewone nazi-leven werden gemaakt in opdracht van het Instituut voor de zogenaamde Volkheitskunde. De rassenonderzoekers uit Halle willen filmmateriaal van de feestelijke optocht voor hun folklorearchief. De nazi-volkskundigen willen het wezen van het Duitse volk doorgronden en gebruiken daarvoor de nieuwe 16mm kleurenfilm die pas op de markt is. Het oogstfeest is onze dankbetuiging aan God voor zijn weldoende zegen, schrijft een Duits meisje in een opstel ter gelegenheid van het oogstfeest. Maar het is tegelijk ook een dankbetuiging aan de regering van ons Rijk, die de boerenstand opnieuw tot bloei heeft gebracht. Hitlers minnares Eva Braun is een enthousiaste amateurcineast. Ook zij heeft een liefde voor de kleurenfilm ontwikkeld. Haar films, waarin ze de Duitse kleinburgerlijke kneuterigheid in beeld brengt, moesten normaal na de oorlog vernietigd worden. Maar in oktober 1945 vielen ze in handen van de Amerikaanse geheime dienst.
de ongecensureerde beelden van Hitlers privéleven op de Obersalzberg onder meer, bleven zo jarenlang bewaard in het Nationaal Archief in Washington. ...1937. Marlene Dietrich brengt haar vakantie door in Oostenrijk, niet ver van de Obersalzberg. Ze is in het gezelschap van haar Hollywood-collega Douglas Fairbanks Jr. en ze heeft een kleine kleurenfilmcamera meegebracht. Dochter Maria en haar man Rudy Sieber zijn ook van de partij. In Venetië ontmoet Marlene Joseph von Sternberg, de man die haar ontdekt heeft. Ze is gelukkig, al breekt ze in Hollywood niet echt door. Venetië moet je eigenlijk in de schemering zien, schrijft ze aan haar dochter. We drinken Dom Pérignon, lopen over smalle boogbruggetjes en luisteren naar het gezang van de gondeliers. Pas na de val van het Derde Rijk zal ze naar haar geboortestad Berlijn terugkeren. De filmster weigert categorisch elke rol die de nazi's haar aanbieden. ...27 september 1937. De fascistische leider van Italië, Benito Mussolini, bezoekt de hoofdstad van het Derde Rijk. Voor de Technische Universiteit maakt Il Duce kennis met de Pruisische tradities en krijgt hij te zien hoe goed de Duitse bewapening wel is. Van op de eretribune filmt Hitlers eerste piloot, Hans Bauer, de militaire parade. Ook hij gebruikt een kleurenfilm. Sinds de val van het Nazi-rijk dacht men dat deze unieke documenten verloren waren gegaan. Pas vorig jaar vond men ze terug bij een voormalig Amerikaans soldaat uit Tennessee. De optocht duurt 3 uur. Mussolini is erg onder de indruk van de paradepas. Hij is zo enthousiast dat hij hem na zijn terugkeer invoert in het Italiaanse leger. Niet alleen in Duitsland laat het Derde Rijk op alle manieren zien dat het sterker is dan ooit. Op de wereldtentoonstelling in Parijs staat het Duitse paviljoen net naast de Eiffeltoren. Daartegenover heeft de Sovjet-Unie haar tentoonstellingsruimte opgetrokken. Wat monumentaliteit betreft doet de Sovjet-dictatuur blijkbaar niet onder voor de Duitsen. Het Duitse paviljoen was een ontwerp van Hitlers nieuwste gunsteling Albert Speer. In Berlijn en op de Obersalzberg discussieerden ze nachtenlang over de tekeningen en ontwerpen. Hitler, die zelf graag architect geworden was, zag in Albert Speer de ideale man om zijn megalomane plannen uit te voeren. De intelligente architect behoorde tot de intieme vriendenkring rond de dictator. Hij kon het ook goed vinden met Eva Braun, die deze beelden maakte in 1938. Rond deze tijd wordt de kleurenfilm populair bij alle amateurcineasten in Duitsland, niet alleen bij de nazi-kopstukken. In Quedlinburg filmt een SS-officier de SS-Führer. Heinrich Himmler brengt een bezoek aan de stad. Hij komt hier elk jaar hulde brengen aan zijn grote idool. Koning Hendrik I ligt in de kathedraal van Quedlinburg begraven en Himmler heeft er een heiligdom voor hem opgericht. De SS-leider wil het christelijke geloof vervangen door een Germaanse en heidense cultus. Hij gelooft in de swastika.
Naar aanleiding van het 700-jarige bestaan van Iserloon trekt een feeststoet door de stad waarbij taferelen worden nagespeeld uit Iserloons roemrijke geschiedenis. En zo te zien gaat die geschiedenis naadloos over van de middeleeuwen in het Derde Rijk. De taferelen moeten aantonen dat de burgerlijke democratie, het schandalige verdrag van Versailles en de onrustige Weimarrepubliek eens en voorgoed tot het verleden behoren, dankzij het nationaalsocialisme. Logischerwijs sluiten nazi-delegaties de stoet dan ook af. De Duitsers hebben de swastika gewoon in hun leven geïntegreerd. De grote meerderheid is trouw aan de Führer. Dit zijn beelden van feestelijkheden in Friedeburg aan der Saale, gemaakt door volkskundigen uit Halle. Ich tanze mit dir in den Himmel hinein, in den siebenten Himmel der Liebe. Die Erde versinkt und wir zwei sind allein in den siebenten Himmel der Liebe. Komm, lass uns träumen bei leiser Musik. Unser romantisches Märchen vom Glück. Alle ungewenste Elemente zijn uitgeschakeld. En niemand die zich eraan stoort. Na de Anschluss van Oostenrijk in 1938 zie je ook in Wenen overal tekenen van nationaalsocialistische rassenwaan opduiken. Een Amerikaans toerist die een reis door Europa maakt, filmt deze akelige beelden. Mei 1938. Hans Bauer, de piloot van de Führer, brengt Hitler naar Italië voor een staatsbezoek. Hij legt zijn indrukken op beeld vast in een korte film met de titel Mooi Italië. 6 maanden later wordt hij aan het Duitse publiek getoond. Gastheer is koning Vittorio Emanuele III. Hij slaagt er als geen andere in om de eigenlijke machthebber, Benito Mussolini, naar de achtergrond te verdringen. Hitler heeft een hekel aan al dat hoofse ceremonieel en laat dat de koning ook duidelijk merken. In Furbara bij Rome geeft de Italiaanse luchtmacht op 8 mei een demonstratie voor hun Duitse gasten. Maar de Duce is al lang het kleinere broertje in de as Rome-Berlijn. Hitler en zijn gevolg zijn dan ook nauwelijks onder de indruk van de Italiaanse land- en luchtmacht. Maar de demonstraties die de Italiaanse vloot geeft, dwingen dan weer wel respect af van de Duitsers, zoals Hans Bauer later zal getuigen. Hoewel de films van Bauer of van de volkskundigen niet altijd de beslissende fasen uit de geschiedenis van het Derde Rijk vastleggen, tonen ze toch een scherp beeld van het leven onder de nazi-dictatuur. Tijdens een kinderfeest in het Turingse Badra dragen de kinderen met bloemen versierde swastika's. Eind juli 1938.
Gemeenteraadslid Christian Weber heeft in München een erg vreemd spektakel opgezet. Tijdens de week van de paardenrennen in Riem vindt in het park van het kasteel Nymphenburg de Nacht van de Amazonen plaats. Sinds zijn bezoek aan de wereldtentoonstelling in Parijs wil Bonvivant Weber bewijzen dat de Duitse meisjes veel mooier zijn dan de Franse. De godin van de jacht en haar dienaressen komen, naar nazinormen, toch wel erg libertijns voor de dag. Sinds de 19e eeuw houden de inwoners van het dorpje Wieskau in Sachsen-Anhalt elk jaar een zogenaamd Zigeunerfestival. In de zomer van 1938 komen de nazi-volkskundigen het bijzondere feest op kleurenfilm vastleggen. Het hele dorp doet mee. De meesten zijn verkleed als dief of als zigeuner. Twee jonge mannen uit Wieskau zijn traditioneel verkleed als beren. Als je weet dat de Sinti en de Roma-zigeuners in die tijd vervolgd werden, lijken deze taferelen vandaag wel erg vreemd. Het oude gebruik om aan het eind een strooien dief op te hangen, maakt alles nog onwezenlijker en wranger. Maar de optochten van de partij zien er altijd hetzelfde uit. In het federale filmarchief van Berlijn lag nog een film van het filminstituut Halle-Merseburg. In opdracht van de Nationaal-Socialistische Partij gaan de cameramannen Erich Weissleder en Paul Welz in september 1938 naar de partijtagen van de nazi's in Nuremberg om er het kampleven van de delegatieleden uit Halle in beeld te brengen. Voor deze speciale gelegenheid mogen ze 16 mm kleurenfilms gebruiken. Inspectie van de troepen. SS-groepenführer Joachim Eggeling komt zich er persoonlijk van vergewissen dat zijn stormabteilungen klaar zijn om voor de Führer te verschijnen. Op de Obersalzberg filmt Eva Braun haar geliefde in de pose van een echte machtspoliticus. In september 1938 plant Hitler een militaire actie tegen Tsjechoslowakije om Sudetenland in het Reich op te nemen, waar het volgens de nazi's thuis hoort. Maar de operatie met de codenaam Groen wordt afgeblazen, omdat de westerse machten Hitler zo ver krijgen dat hij een akkoord sluit. Overeenkomstig het verdrag van München trekken de Duitse troepen begin oktober zonder bloedvergieten Sudetenland binnen. Officier Harald von Vittinghoff-Riesch is er met zijn camera bij als de Duitse troepen een overwinningsparade houden op het marktplein van Kratzau. De generaals Walter von Reichenau, Fedor von Bock en Günther von Kluge laten zich het eerbetoon van de hoogwaardigheidsbekleders wel gevallen. En ze tekenen maar al te graag het Gouden Boek van de stad. Hoewel de meeste van deze beelden niet gecensureerd zijn, tonen ze toch niet de brutale realiteit van het naziregime. Terwijl Hitlers architect Albert Speer zich laat filmen als hij in de Alpen aan het skiën en het klimmen is,
worden in Berlijn op zijn bevel hele buurten Joden vrijgemaakt om Hitlers droom te kunnen verwezenlijken, de wereldstad Germania bouwen. De akelige idylle van het Derde Rijk in kleur. Speerskinderen Hilde en Albert Junior zoeken paaseitjes en krijgen daarbij de hulp van de talrijke kroost van de Boormans. Eva Braun filmt de gebeurtenis voor haar persoonlijke archief. Hitler poseert weer eens voor Eva op het terras. Hij is omringd door oude vrienden. Eén iemand wil liever niet gefilmd worden. Hitlers secretaris Martin Boorman. De dure kleurenfilms worden in Duitsland vooral gebruikt voor feestelijke optochten. Zo bestaat er een film uit 1939 met beelden van het jaarlijkse schutterfeest in Bielefeld. De schutters marcheren onder het vaandel van de Nationaal-Socialistische Rijksturnbond. Het muziekkorps van de lokale SA stapt mee op. Op de Johannisberg presenteert zich de Schutterskoning samen met zijn koningin en zijn gevolg. Sinds 1933 heeft de vereniging de symbolen van de nieuwe tijd geïntegreerd in de traditionele festiviteiten. Helemaal in nationaal-socialistische stijl met de Hitlergroet en de Heilleuzen. De delegatie van de Weermacht mag mee opstappen in de stoet. Deze beelden van Bielefeld lijken dan ook bijna een voorbode van wat er nog moet komen. Kermis in Eisleben. De mensen genieten van de laatste vredige weken in de lente van 1939. Daarna zal Duitsland Europa meesleuren in een oorlog. Maart 1939, de ruiterijschool in Hannover. Ter gelegenheid van de dagen van de Weermacht, die eraan staan te komen, mogen de officieren hun ruiterstalent demonstreren. Hoe sterk hun militaire slagkracht is, zullen ze snel kunnen testen. Amper 3 dagen na de ruitersdemonstratie voeren de Duitse troepen een verrassingsaanval uit op Tsjechoslowakije en bezetten wat er nog van overblijft. Het naziregime zit stevig in het zadel. Toch groeit er ontevredenheid onder de bevolking sinds de invasie van Praag. De toekomst is onzeker. De mensen zijn bang dat er een oorlog zal uitbreken. In Berlijn vieren de vaandeldragers van het Duitse Arbeidsfront de 1e mei. In voor- en tegenspoed zijn we op elkaar aangewezen, zal Hitler die dag in zijn toespraak zeggen. Een uitspraak die op fanatiek applaus wordt onthaald.
Eva Braun filmt de haven van Hamburg. Ze vertrekt met een klein gezelschap op reis naar het noorden. De grote cruiseschepen van de organisatie Kraftwerk Freude liggen hier voor anker. Het kleine gezelschap van de Berghof, Hitlers buitengoed, reist met de Milwaukee af naar Noorwegen. Alleen intimi van Hitler weten van het bestaan van Eva af. Ze wordt uit de publieke belangstelling gehouden. Ze mag alleen met haar zus en haar moeder reizen en alleen dan kan ze haar dirndeljurk even inruilen voor een moderne garderobe. Maar haar Duitse herdershond kan ze niet missen. You're here and I'm here. De Cap d'Antibes rond diezelfde tijd. Marlene Dietrich brengt met haar gevolg de zomer door in Zuid-Frankrijk. De man in haar leven is op dat ogenblik de schrijver Erich Maria Remarque. Maar de 22-jarige John F. Kennedy ontsnapt niet aan haar aandacht. Marlene Dietrich is nu al een paar weken Amerikaans staatsburger. Alle pogingen van de nazi-top om haar weer in Berlijn te krijgen zijn tevergeefs geweest. Van nu af aan wordt ze als een verraadster beschouwd. Juli 1939. München staat helemaal in het teken van de Nationaal-Socialistische Cultuurdagen. De Dag van de Duitse Kunst moet voor Hitler een echt festival van de vrede worden. De leden van een club van amateurcineasten nemen strategische plaatsen in om alle belangrijke activiteiten te kunnen filmen. De eerste activiteit die dag, de kranslegging op het graf van Ludwig Troost. Kort voor zijn dood had architect Troost in opdracht van de Führer het Haus der Kunst ontworpen. De openingsplechtigheid vindt plaats om 11 uur. Voor de amateurcineasten is de aankomst van de nazi-kopstukken het hoogtepunt van de dag. De aankomst wordt dan ook door 3 camera's gefilmd. De weduwe van de architect laat Hitler en zijn gasten de nieuwste meesterwerken van Duitse kunstenaars zien. Na de middag neemt iedereen die wat betekent in het Derde Rijk plaats op de eretribune om naar de 3 uur durende optocht te kijken. Daarin worden taferelen getoond uit de 2000 jaar Duitse geschiedenis. Niet alleen de toekomst, maar ook het verleden van Duitsland wordt overgoten met een nationaal-socialistisch sausje. Dat is tenminste toch de bedoeling van het kitscherige spektakel. Een Amerikaans toeschouwer schrijft: met de nazi-optocht bekent de Führer zijn niets ontziende veroveringsplannen. Wie het volgende slachtoffer van zijn grootheidswaan wordt, staat al lang vast. Polen. De Britse dierenarts Reginald Makin filmt zijn reis naar Danzig. Sinds 1919 staat de stad onder toezicht van de Volkenbond. Maar de hoofdzakelijk Duitse bevolking maakt Makin duidelijk dat de stad weer tot het Derde Rijk wil behoren. August 1939. Eva Braun maakt beelden op het terras van de Berghof. Hitler krijgt dadelijk de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken op bezoek. Bij officiële gelegenheden moet zijn minnares zich terugtrekken. In het geheim maakt ze toch een paar beelden van de aankomst van de minister.
Graaf Ciano stuurt aan op een internationale conferentie, maar de Führer is vastbesloten om Polen militair te verslaan. Heinrich Himmler is op de Obersalzberg aangekomen met zijn handlangers Reinhard Heydrich en Karl Wolff. Met Duitse gründlichkeit zullen ze de gruwelijke plannen van hun Führer uitvoeren. De gevechtsvliegtuigen van Eskader 54 zijn klaar voor operatie Fallweiß. De piloten van de Messerschmitt 109 hebben ontelbare testvluchten uitgevoerd. Piloot Werner Pichon Karlau heeft de leiding over de laatste testvlucht van zijn eskader. Op de grond worden de vliegtuigen met liefde onderhouden. De piloten wisselen nog wat laatste tips uit. Op 1 september dringen meer dan 1000 Duitse vliegtuigen het Poolse luchtruim binnen. Met hun bommen en granaten ondersteunen ze de oprukkende Duitse grondtroepen. Twee weken later rukt het Rode Leger vanuit het oosten op. Op 6 oktober geven de laatste Poolse eenheden zich over. De Duitsers en de Sovjets verdelen de prooi. Luitenant Edgar Forsberg van de 257e Infanteriedivisie wordt met zijn eenheid naar het zuiden van Polen gestuurd. Jarenlang is de boekdrukker uit Berlijn een enthousiast amateurcineast geweest. Dit zijn beelden uit Krakau. De zogenaamde Berendivisie stelt zich op bij de grens naar Slowakije. Forsberg filmt er het landelijk schoon van de veroverde natie. Eeuwenlang is Pools-Galicië een centrum van Joodse cultuur geweest. Zowat 800.000 Joden leefden er zonder grote problemen samen met Oekraïners en Polen. Maar volgens de officiële nazi-doctrine zijn het Untermenschen. De terreur van de Duitse bezetter begint al meteen na de invasie. Overal worden Joden opgevorderd om dwangarbeid te gaan doen. In Edgar Forsberg's kleurenfilms zijn unieke studies van de Joodse bevolking bewaard gebleven. Nieuwsgierig blijft de camera die vreemde wezens volgen, alsof hij hen in het vizier houdt. Nu ze gebrandmerkt zijn als een minderwaardig ras, zijn deze mensen en hun cultuur ten dode opgeschreven. De 257e Infanteriedivisie wordt in de lente van 1940 overgeplaatst naar het Saarland. Met de trein gaat het door de vallei van de Nahe.
Sinds Frankrijk de oorlog heeft verklaard aan het Derde Rijk, wordt de gemeenschappelijke grens zwaar versterkt. Alle wegen en spoorverbindingen worden afgesneden. Bruggen worden opgeblazen. Maandenlang blijft het kalm aan het westelijk front, maar heel af en toe zijn er kleine schermutselingen. De dorpen in het grensgebied worden om veiligheidsredenen ontruimd. Beelden uit Niedergeirbach in het Saarland. Drôle de guerre, of schemeroorlog, zo wordt deze fase van nog net geen oorlog ook wel genoemd. En weer maakt Forsberg indrukwekkende beelden. In Zag-Arben staan de huizen in brand na een Franse aanval. Een voorbode van wat er nog moet komen. Pinksteren. Aan de grens bij Schwaien hebben de Duitsers een vijandelijk commando gevangen genomen. De Franse gevangenen krijgen wat te eten en worden daarna in een hok samengedreven. Deze vreemde periode tussen oorlog en vrede duurt 8 maanden, van 3 september 1939 tot 10 mei 1940. Af en toe bewijst de Berendivisie dat ze klaar is voor de strijd door kleine manoeuvres te houden met gasmaskers en rookgranaten. In de Berghof toont Hitler zich een galante gastheer voor zijn entourage. Sinds de invasie van Polen draagt de Führer alleen nog zijn grijze soldatenuniform. En hij heeft zelden tijd voor Eva en haar vriendinnen. In oktober al wou hij het bevel geven om Frankrijk aan te vallen, maar keer op keer opperen zijn generaals bezwaren. Maar nu kan niemand hem nog tegenhouden. De blitzkrieg begint op 10 mei, Val Gelb. Het Duitse leger loopt de neutrale landen België en Nederland onder de voet en trekt met succes Frankrijk binnen. Impressies, gefilmd door Harald Wittinghoff Riesch. Verslagen Grande Armée wordt krijgsgevangen genomen. Gewone mensen slaan op de vlucht voor de oorlog. Aan het front werkt een officier van de militaire geheime dienst Vreemde Heeren West. Zijn spionnen moeten informatie verzamelen over de operationele en tactische plannen van de Franse troepen.
maar de Fransen kunnen de opmars van de Duitsers niet tegenhouden. Hermann Meyer-Rix heeft een kleine camera mee met een 8 mm kleurenfilm. Heel wat soldaten hebben zo'n camera op zak, omdat die zo klein en handig is. De oorlogsbeelden die Meyer-Rix maakt, zijn aangrijpend. Sinds de Duitse tankdivisies op 14 mei de Franse frontlijn bij Sedan doorbroken hebben, rukken de Duitsers snel verder op. De geheimagent filmt nauwgezet alle verliezen, zowel die van de vijand als de Duitse. Hitlers eerste piloot Hans Bauer filmt wat overblijft van de geallieerde vliegtuigen. De luchtmachtgeneraals genieten van hun overwinning. Vooral de plaatsvervanger van Hermann Göring, Erhard Milch. Na een paar weken is de weerstand van de Franse en Britse troepen gebroken. Sinds het begin van de Duitse opmars in het westen heeft Hitler zich teruggetrokken in zijn hoofdkwartier in het Eifelgebergte. Zijn piloot Bauer vliegt met hem constant heen en weer naar het front. De luchthaven van Odendorf, bij Euskirchen. Briefing met Hermann Göring en het Duitse opperbevel. Juni 1940. Er heerst een drukke activiteit op de luchthaven van het Noord-Franse Cambrai. Zwaargewonde Duitse soldaten worden in ijltempo aangevoerd voor een speciale ceremonie. Adolf Hitler komt aan in zijn limousine. Een schouderklopje van de Führer als magere dank voor bewezen diensten. De triomferende aanvoerders van het Duitse leger tijdens de lunch. Voor de opperbevelhebber is er natuurlijk een aangepast vegetarisch menu. Het enthousiasme van de soldaten voor hun Führer is ongetwijfeld oprecht. Maar de mensen op het thuisfront krijgen deze beelden nooit te zien. Zelfs cameramensen van het bioscoopjournaal krijgen zelden de kans om Hitler zo te zien. Op de privéfilms van Eva Braun na zijn de beelden van Hans Bauer de enige close-ups in kleur die er van de dictator bestaan. Niet gecensureerd. Thank you.
Twee dagen later, 4 juni 1940. Duitse troepen bezetten Duinkerke. Het ligt helemaal in puin. 400.000 Britse en Franse soldaten zitten hier in de val. Als de Duitsers het strand bereiken, beseffen ze dat ze de vijand geen beslissende klap hebben kunnen toebrengen. De geallieerden zijn er in extremis nog in geslaagd om 350.000 man met boten te evacueren, ondanks de zware Duitse bombardementen. Het grootste deel van hun uitrusting hebben ze moeten achterlaten. Pas in 1944 zullen de geallieerden naar hier terugkeren om hun gesneuvelde kameraden te wreken. Maar eerst rukken de Duitse panzereenheden en gemotoriseerde eenheden verder landinwaarts. Ze stuiten er nauwelijks op verzet. Op 13 juni roept de Franse regering Parijs uit tot open stad. De volgende dag trekken de Duitsers de Franse hoofdstad binnen. Geheimagent Meyer Rix filmt deze beelden van de eerste uren van de bezetting. Ze zijn nooit in het openbaar vertoond. Bij dageraad bezoekt Hitler het bezette Parijs. Drie dagen voordien heeft Frankrijk zich overgegeven. Piloot Hans Bauer legt het historische moment op film vast voor zijn persoonlijke archief. Te voet naar het Trocadéroplein voor een uitzicht over de stad. Later vertelt Albert Speer dat de Führer pas op dat ogenblik van zijn plan afzag om Parijs volledig te vernietigen. Hij zei tegen zijn architect: als Berlijn af zal zijn, zal Parijs nog maar een schaduw zijn. In de Dôme des Invalides blijft Hitler een hele tijd voor het graf van Napoleon staan. Twee mannen met dezelfde droom: wereldheerschappij. De volgende halte is het Pantheon, de eregalerij van de Fransen. Hitlers levensdroom is uitgekomen, voorlopig toch. 5 jaar later vieren de Fransen in de straten van Parijs hun overwinning en ligt Berlijn in puin.